Een hele goede morgen, guys. Wij staan nu voor de Starbucks. Nesme is even cappuccino's voor ons aan het halen. Neem gewoon normale melk. Normale melk. Oké, doei. Oké, daar ben ik bij. Bye. Want we gaan... dit is eigenlijk mijn laatste afspraak in Amsterdam. Ik heb vandaag een afspraak in Amsterdam. Een heel spannende, waar ik best wel naar uitkijk. Ik laat jullie zo wel zien waar we hier naartoe gaan. Oh, kijk. Mijn dikke buik. Als jullie het wilden zien. Ja, ik kijk er dus echt heel lang naar uit. Ik laat jullie zo even zien waar we naartoe gaan. Maar los daarvan, ik slaap de laatste 2 dagen echt zo goed, guys. Niet normaal. We hebben een nieuw bed. We hebben een heerlijke matras. Topper. Alles gewoon perfect. Ik heb een before en after voor jullie gefilmd om te laten zien. Hoe wij eerst sliepen en hoe wij nu slapen. Maar ik slaap echt zo lekker. Ik keek gisteravond gewoon echt uit om gewoon te gaan slapen. Het was echt heerlijk. Oké, guys. Ik laat jullie even nu onze bed zien. Zoals jullie zien is onze bed echt heel erg laag. En wordt voor mij gewoon steeds moeilijker om uit de bed te komen. En Nessie vindt hem ook heel irritant geworden. Wij vonden het belangrijk voor de kraambed om ook even gewoon een normale bed te kopen. Een boxspring wouden wij graag. Lekker een stuk hoger. Wat voor mij ook veel makkelijker is. Want ik heb nou last van mijn bekken. Ik heb last van mijn rug. Dus ja, het moet ook gewoon comfortabel zijn. Dus dit is mijn bed, before. Oh, jezus. Guys, onze Emma boxspring is binnen. Ik ben echt zo blij. Ik vind deze boxspring in het echt zoveel mooier. Hey guys, dit is dus het bed. Ik wil je echt even van dichtbij het stof laten zien. Kijk hoe mooi. Ik heb er ook al op gelegen. Comfort is echt perfect. De topper vind ik echt mega zacht. Als je dus zo'n boxspring bestelt, kan je dus alles zeg maar zelf bepalen. Dus de grootte. Ik heb bijvoorbeeld 1,80 bij 2 meter. Ik heb gekozen voor de kleur beige. En zelfs de pootjes kan je kiezen. En ik heb gekozen voor hout. En ook het hoofdbord kan je dus zelf kiezen. Want je hebt eentje dus met strepen. Maar ik heb dus gekozen voor pillow. Dit is de Emma Diamond Topper. Ik heb deze nog nooit eerder gehad, dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Je kan dit dus helemaal eraf ritsen. Super handig voor als je het wil wassen bijvoorbeeld. En je krijgt hem dus inclusief de Emma Hybrid matras. En dat is dus het beste geteste matras volgens het Consumentenbond. Dus die heb ik al eerder gehad en ik ben hier echt heel blij mee. Echt een aanrader. De topper is echt mega zacht. Die werd me echt zo vaak aangeraden. Dus ik heb hem inclusief topper besteld. Natuurlijk krijg je er een matras bij en die hebben we eigenlijk altijd gebruik van Emma. En dat vind ik echt een super fijn matras. Ik heb namelijk nu ook echt last van mijn rug. Ik kan echt niet meer, dus ik moet echt goed slapen. Dat was voor mij echt heel belangrijk om het nieuwe jaar in te gaan met een goede bed. Want ik vind het echt heel erg belangrijk om de laatste periode nog even goed te slapen. Ik heb dus de Emma Signature boxspring. Krijg het inclusief matras. En wat voor mij echt super handig is, is dat deze boxspring precies op de juiste hoogte zit. Inclusief deze toppen. Dus ik ben echt heel blij dat ik deze mee heb besteld. Voor mijn kraamperiode. Dus ik hoef mijn bed ook niet meer te verhogen. Ik heb daar geen stress mee over. En ik kan echt niet wachten om vandaag gewoon heerlijk te gaan slapen in deze bed. En guys, mochten jullie een nieuwe boxspring zoeken of een matras, topper of alles qua beddengoed, want dat heb ik ook allemaal binnengekregen. Dan kan je nu mijn kortingscode gebruiken, Miriam10. En die is nog een maand geldig. Doe naar mij hoe ik hier tegen de camera praat. Ja, ik ga lekker genieten van mijn cappuccino. Ik heb een blazer aan. Van Pretty Little Thing. Echt zo'n opa blazer. Hij is heel groot. Lekker oversized. Ik heb hem expres zo groot genomen. Omdat ik gewoon lekker veel ruimte heb erin. Ik heb onder een topje aan van de H&M. Ook heel fijn. En het matcht heel mooi met deze kleur. Ik heb laatst mijn nagels gedaan. Oh, ik vind het echt zo mooi, guys. Ik ben er zo blij mee. Ik vind het echt zo mooi. De meningen hierover zijn heel verschillend. Mensen vinden het verschrikkelijk. Hij zegt, wat heb je gedaan met je nagels? Maar ik vind rond deze periode, met kerst, oud en nieuw, mag je iets gekker doen met je nagels. Niet zo boring, guys. Oh, december bekertjes. Oh! Ik dacht dat hij niet erop was. December bekertjes zijn echt cute, hè? Ja. Yeah. Kijk wel welke andere slaap. Nou. Hij heeft de naam van de kleine erop gedaan. Lekker. Alleen bij mij heeft ze verkeerd geschreven. Oh, heb je het gezegd tegen hem? Ja? Oh, hij zegt, oh, verkeerd geschreven? Nee, want de wil was wel goed. Oh. Onze koffiehouder doen hoor. Ja. Koffiehouder? Nee, het is een bekerhouder. Oh. Dat houdt de koffie.
Kijk, hou de koffie. Jouw Nolga zit erin. Stress. Zo. Oh, er zit ook nog een auto achter mij. Stress. Oh, stress. Ik heb ook nog te warm gekregen. Nog meer stress. Oh, stress. Laten we maar snel gaan. Het is wel een goede plaats voor de camera, moet ik zeggen. Met deze auto. Kijk hoe chill. Oh. Ik krijg echt zo benauwd als iemand in mijn aura zit. Oh jezus, sorry hoor. Oh. In jouw aura zit. Het zo, die jas weg, helemaal zo langs me heen. Oh, wat vinden jullie van onze mooie... gordels? Blauwe gordels. Net zien we zijn smaak. Hiervoor is er een vlog online gekomen en daar zie je de reveal van onze auto. Oh, serieus? Oh, nice. So they all know it. Oh yeah. Camera waarmee ik je zo ga fotograferen. En dit zijn ledlampjes, Mirjam, en die geven flitslicht af. Ziet er een beetje spannend uit, maar het is heel veilig voor jou en voor de baby, heel belangrijk. En wanneer ik hem aanzet, ziet dat er zo uit. Kijk maar naar mijn beeldscherm. Oh wow. Zie je? Daar zijn jullie al. Oh wow. Zo mooi. En dit is natuurlijk met Kimono aan en ik loop zo met Mirjam een rondje om jou heen. Oké. Om alle hoeken mee te fotograferen. Dat betekent dat jij tijdens het fotograferen een minuut lang stil mag blijven staan. Wat belangrijk is, we gaan na iedere foto even naar het beeldscherm kijken met z'n drieën. Mm-hmm. Hebben jullie opmerking voor mij? Ik roep maar wat. Jij zegt, oh, ik had mijn hand al hoger gebeeld. Of zeg het gewoon, want we maken hem gewoon opnieuw. Okay. Liever niet achter Photoshop met dit soort dingen. Ja. Het is wel een hele prachtig. Ik heb jullie net laten zien waar ik was. Ik was bij Le Bump. Le Bump. En we gaan zo'n heel mooie brons gegoten, ja, hoe heet dat, een beeldje? Ja. Van mijn lichaam laten maken. Ik moest daar dus echt letterlijk naakt passeren. Maar het is totaal niet ongemakkelijk. Die vrouwen zijn echt zo lief. En ik krijg hem over 3 maandjes. Dan ben ik inmiddels al eigenlijk bevallen. En daarna krijg ik hem binnen. Best wel bijzonder. En ja, dat zit. Dat heb ik net gedaan. Het was spannend. Ik keek er heel erg naar uit. Ik heb hem nu ook weer gehad. Wel leuk eigenlijk, hè? Zo gewoon 2 zussen die zeg maar dit doen. Ja, echt heel bijzonder. En ik mag, als ik het beeldje binnen heb, ook een giveaway doen voor jullie. En ik denk echt dat het heel bijzonder is voor alle mommies to be om zo'n beeldje te hebben. Dus ik gun het jullie ook echt. En ik vind het echt heel erg bijzonder om zoiets aan iemand te geven ook gewoon. Ja. Het is gewoon echt een forever herinnering. I love it, ik ben blij. Oh. Loving it. Nu moet ik eten. Nee, we gaan wel naar huis rijden. Ja, want ik richting wil wel huis toch? Voor de file nog. Ja. Maar richting huis toch? Ja, sowieso. Hi guys, ik heb echt zo lang geen unboxing voor jullie gefilmd. Want ik dacht van, ik ga het gewoon lekker verwerken in deze vlog. Want ik blijf maar dingen kopen. Ik heb gisteren weer zoveel gekocht en vandaag binnengekregen. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker zitten bij de haard. Mijn kerstboom staat er inmiddels. Ik heb het niet gefilmd in de vlog, maar hij staat er inmiddels. De classic kerstboom. Ik doe vanaf nu gewoon altijd zo'n Amerikaanse kerstboom. Vind ik echt het mooiste wat er is. En ik ga niet meer switchen. Dit is gewoon mijn favoriet. En ik voeg gewoon elke jaar een paar leuke dingetjes toe. En dan vind ik het echt een dikke prima. Maar ik wil heel graag met jullie even een paar dingen unboxen die ik de laatste tijd heb gekocht eigenlijk. Voor de kleine vooral. Even op het tapijtje zitten hoor. Want het is wel koud. Ik heb trouwens echt zo'n fijne teddy truitje aan. Echt... zo chill.
Oh, hij zit heerlijk. Dit is mijn buik nu. Kijk, een beetje strakker. Dit is mijn buik nu. Ik ben nu 35 weken zwanger. Een kleine update, ook al is het niet echt heel goed te zien in deze trui. Maar goed, let's start. Als eerst, ik wil al heel lang een draagzak kopen. Ik wist al precies welke ik wil eigenlijk. En ja, ik heb hier gewoon heel goede reviews over gehoord. Ik weet dat niet iedereen hier erg fan van is. Maar dit is wat ik heb gekozen en waar ik voor ben gegaan. En dat is deze draagzak. Ik heb hem gekocht bij de Bijenkorf. En ik wist precies welke. Ik wou ook al precies deze print, deze kleur. En ik heb hem gevonden gelukkig. Hij stond niet in de etalage, dus ik moest er echt naar vragen. Toen hebben ze hem vanochtend voor mij gepakt. Maar ik ben heel erg blij dat ik hem heb gescoord, guys. Ik ga hem nou niet helemaal voor jullie uitproberen en zo, want ik heb gewoon een te dikke buik ervoor. Nessie heeft hem ook even eigenlijk getest voor ons in de winkel. En hij vond hem ook echt heel chill. Dus deze is binnen. Dan next heb ik een ledikant deken van het merk Jolijn. Ik ben echt gek op het merk Jolijn. Ik heb echt heel veel dingen van hun collectie gekocht. Vooral de berencollectie vind ik echt zo cute. Ik heb er heel veel van gekocht. Ik heb deze ledikant deken gekocht in de kleur Noga. En ik vond hem echt heel erg mooi. Alleen hij is binnengekomen. Hij is ten eerste mega groot. Maar het blijkt dus bij ledikant dekens heel normaal te zijn. Hij is bijna even groot als mijn ledikant. Maar hij is ook enorm dik. Ik heb daar een beetje een fout in gemaakt. Want ik heb pas achteraf de TOG-waarde gecheckt. En die is echt heel hoog bij deze 3,5. Dus ik denk dat ik deze toch terug ga doen. En Kuka heeft een soort gelijke. Dat eigenlijk precies op lijkt. Ik denk dat ik gewoon voor het merk Kuka ga. En van Kuka had ik ook nog een website gevonden waarop je het dekentje kon personaliseren. Dus dat ga ik denk ik ook doen. En dan kan ik zijn naam nog erop schrijven. Dat vind ik veel leuker. Voor de rest, kijk. Dat bedoel ik dus. Ik ben echt gek op het merk Jolijn. En ik heb ook een wikkeldeken gekocht van het merk Jolijn. En dat is dus met die beertjescollectie. Oh, I love this. Heel mooie wikkeldekentje. Deze neem ik mee naar het ziekenhuis. Oh, ik vind deze echt zo cute. Deze hou ik zeker. Ook heb ik een speendoekje gekocht. En deze is zo grappig. Dat is ook van het merk Jolijn. Maar dit is een lamaatje. I love it. Ik hou van alles met de teddystof. Ik ben echt zo blij dat ik in de winter ga bevallen. Want dan kan ik allemaal dit soort dingetjes gaan kopen. Ook heb ik van het merk Jolijn hydrofiele washandjes gekocht. Die had ik nog niet. En ik heb een set hydrofiele doeken gekocht van het merk Meiko. Hier is een set van 3 luiers, 3 monddoekjes, 3 washandjes. Nu zijn mijn washandjes compleet. Ik stond op de lijst dat ik het 6 moest hebben in totaal. Ik heb al van die grote hydrofiele doeken van Jolijn, middelgrote van de Hema heb ik gekocht. Dus ik heb al best wel flink wat hydrofiele doeken. En ik weet dat je nooit genoeg hydrofiele doeken kan hebben. Dus nu heb ik een soort van genoeg voor de beginperiode. Oké, okay, dan hebben we hier van Pukkebaby. Kijk hoe cute! De inbakerslaapzak. En dit is echt voor newborns van 0 tot 3 maanden. Eigenlijk wou ik die met de teddy stof erin. Maar die was overal uitverkocht. Dus toen ben ik eigenlijk gegaan voor deze. En die is eigenlijk voor alle seizoenen geschikt. Ik wil echt combineren bijvoorbeeld een deken of zo. Want anders is het natuurlijk te koud. Maar ik ben hier heel blij mee. Die moest ik echt nog even hebben. Ja, ik heb slofjes gekocht. Echt zo cute. Dit heb ik gewoon op bol.com gescoord. Kijk. Ik vond ze echt cute. En gisteren bij de prenatal nog een jasje gekocht. Ik was dus mijn kast aan het opruimen. Tenminste, de babykast aan het opruimen. En ik vond gewoon dat ik echt veel te weinig kleren had. En ik kreeg de hele tijd de tip van niet veel maat 50 kopen, niet veel maat 50 kopen. Ga je echt niet nodig hebben. En iedereen zegt dat om me heen. Maar mijn vriendin is bijvoorbeeld laatst bevallen. En die heeft gewoon 2 maanden gewoon maat 50 gedragen. En nu hoor ik elke keer om me heen dat het gewoon heel erg verschillend is. Het is gewoon per persoon anders en per kind natuurlijk anders. Dus ik moet eigenlijk niet echt rekening houden met wat iedereen om me heen zegt. En ik wil me eigenlijk zo goed mogelijk erop voorbereiden. Dus
Ik luister niet echt meer naar advies, om heel eerlijk te zijn. Ik koop gewoon wat ik wil en ik vond dat ik gewoon te weinig maat 50 had. Dus heb ik gewoon lekker mijn collectie aangevuld en heb ik wat meer rust in mijn hoofd. Want stel je voor dat ik een kleine babytje heb, dan heb ik tenminste alles thuis. Want ik heb geen zin om daarna nog dingen te kopen, wassen, strijken en zo. Nee, ik moet alles gewoon klaarleggen nu. Ik heb een jasje gekocht. Het is wel gewoon een maatje 56. Want 50 vond ik wel heel klein voor een jasje. Van een prenatal. Echt zo cute. Ik heb een vestje gekocht. Maatje 56. Het is echt zo'n opa vestje, noemt Nes hem dat. Maar ik vind dat zo cute. Ik heb een paar truitjes gekocht. Dat was een beetje sale. Bij prenatal heb ik gewoon een paar truitjes zo gescoord. Ik dacht, nou, altijd handig. Niks bijzonders. Ik heb dus best wel veel rompertjes al. Maar ik wil eventjes nog rompertjes kopen zonder mouw. Omdat ik dus heb gehoord dat met lange mouw best wel irritant is. En ik heb best wel veel met lange mouw. Want ik dacht, ja, het is winter. Maar ik heb ook met korte mouw even gekocht. Overslagrompertjes, een beetje handig. Mini. Ninos. Ik heb deze broek gescoord. Dat is een maatje 62. Ik vond deze zo schattig. I love it. Ik heb er een truitje bij. Wacht, ja, je moet het even vasthouden. Dat is wel een pantalon, zeg maar. Kijk, kijk, kijk. Doe eronder. Zie je? Echt zo'n meneertje. Ik zie niks. Yeah. En? Oh, nog meer meneertje. Nee, is niet waar. Dat is een maat 50. Oh, dat is een boxpakje. Yeah. En ik heb nog een boxpakje in maat 50, wat ik dus echt heel veel miste. Kijk, hoe schattig dit. Weet je, het zo grappig is? Ja. We zijn nu een soort van, alles bestaat nu gewoon in kleding, maar op den duur gaat er zeg maar ook echt iemand in. Ja, gek hè, als je erover nadenkt. Als je... Oh. Dat is een wikkeldeken. Mm. Boxpakje maat 56 en deze is van Noppies. Dat is de eerste ding die ik heb gekocht van Noppies als kerk moet zijn. Oh, Noppies. Oh, oh. En... Ik heb een mutsje, deze heb ik ook in beige. En ik heb sokjes voor newborns, want ik dacht ik kan nooit genoeg hebben. Ik had nog best wel weinig eigenlijk. En een hele goede morgen, guys. Het is echt heel vroeg. En ik ben onderweg naar de kapper, want ik moet echt zo nodig mijn haar doen. Waarschijnlijk zal het ook echt de laatste keer zijn in zo'n lange tijd dat ik mijn haar ga doen. Mijn haar groeit zo snel. Dus mijn uitgroei was echt zo lelijk geworden. Dus ik ben blij dat ik nog even langs kan gaan. En ze gaat me trouwens echt uitlachen, want ik heb zijn auto mee. En we hebben net een nieuwe auto gekocht. Maar ik ben er nog niet helemaal aan gewend geraakt, want ja, het is best wel een grote auto. En als er iets is waar ik slecht in ben, dan is het file parkeren. Ik weet dat ik altijd bij mijn kapper file moet parkeren. Het is altijd zo krap, daar is bijna geen parkeerplek. En als je geluk hebt, heb je een parkeerplek en dan moet je gewoon file parkeren. Dus ja, ik durfde dat gewoon nog niet. Dus ja, nu heb ik Nessim's auto gepakt. Maar ja, hij slaapt nog, dus hij heeft het nog niet gezien. Dus ik ben heel benieuwd wat hij straks gaat doen. Gaat hij me bellen van ja, waarvoor heb je een nieuwe auto gekocht zodat je mijne kan pakken? Want eigenlijk is het de bedoeling dat ik vooral met die auto ga rijden. Maar nogmaals, ik ben nog een beetje bang, want het is gewoon een enorme auto. En ik ben gewoon heel slecht in parkeren. Maar met die kleine auto, die oude die ik had, die inmiddels trouwens weg is. Oh mijn god. Ja, daar kan ik gewoon heel makkelijk overal in. Dus ik maakte me nooit echt zorgen daarover. Maar hier moet ik echt even aan wennen. Guys, ik heb het nog niet eerder gehad. Maar ik kan dus niet meer tegen parfum. Ik word echt helemaal gek van parfum. Echt. Oh. In allerlei vormen en maten gewoon. Ik kan niet meer tegen wasverzachter, alles reinigen. Ik vind alles zo vies en sterk ruiken, heel overdreven. De enige parfum die ik nu kan verdragen, dat is echt een klassieker van vroeger die ik altijd droeg. En dan heb ik het hier ook echt over 2012 of zo'n periode dat ik mensen leerde kennen. En dat is dus Elisa. Die vond ik heel lang niks meer aan en saai, want ik was echt van oud. Ik heb zoveel oud parfums gekocht laatst in Dubai. Ik kan ze even allemaal niet verdragen, dus ik hoop het allemaal nog veranderd naar de zwangerschap. Anders heb ik echt heel goed weg, maar dit is nu echt mijn parfum to go.
Hi guys, ik ben net thuis. Oh, het is echt altijd zo laat. Ik doe er altijd zo lang over bij de kapper, omdat ik eerst mijn uitgroei moet doen. Highlights, toner, fun. Ik moet het hele pretpakket. Ik ben eindelijk klaar. Ze heeft mijn haar gefund. Ik heb even een middenscheiding gedaan, dus het is even wennen voor mij. Maar dit is mijn haar nu. Beetje jammer van het licht hier. Want ik heb natuurlijk spots van boven, waardoor de kleur heel anders uitziet. But I like it so much.